mensen, welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb ik iets wat jullie heel lang alweer aangevraagd hebben en ik vandaag ga doen. Ik heb namelijk hier allemaal Amerikaanse chips, snoep en drankproducten en die gaan wij samen in deze video dus proeven. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Laat even een like achter. 1000 likes zou heel erg nice zijn om te halen. En als je nieuw bent op mijn kanaal en nog niet bent geabonneerd, vraag je ook even te abonneren. Dan ben je gewoon een hele erge legend. Want ik ben eventjes op het internet gaan zoeken. Ik heb bepaalde dingen besteld en die zijn allemaal binnengekregen. Dus ik dacht van laat ik eens laten zien wat ik allemaal besteld heb. En dan gaan we daarna proeven. Dus laten we beginnen met een drankje die jullie massaal aangevraagd hebben. Namelijk Bang Energy Drink. Zoals je kan zien, hier hebben we hem. Het is de rosé, frozen rosé smaak. Geen idee. Gaan we dadelijk achterkomen. Dus Bang Energy, als je dit ziet, sponsor mij. Want ik heb het nu gewoon gekocht. Dit is de allereerste. Zit ik even op de grond, want dit is echt een ijskoud drankje. Dan heb ik als tweede drankje de Gatorade. Want een leuk verhaal hiervan. Zoals je kan zien, het ziet er lekker chemisch uit. Leuk verhaal hiervan is toen ik in LA was samen met Jesse, oftewel Knijn, kon je dit alleen maar daar halen. En nu heb ik dit dus weer besteld. Geen idee of het eigenlijk ook in Nederland te halen is, maar ja, nu heb ik het dus. Dus deze gaan we ook proeven dadelijk. Nu komt het eten, dames en heren. Ik heb hier namelijk Oreo's, zoals je kan zien, maar niet zomaar Oreo. Ik heb de Strawberry Donut Flavored Oreo. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Deze gaan we straks gewoon proeven. Dus deze was 10 euro voor dit pak. Besef, 10 euro. Maar goed, kan gewoon allemaal. Dan hebben we hier, omdat ik van zure snoepjes hou, de Warheads Candy, zoals je kan zien. Dus die zijn extreem zuur. Komen we zo meteen achter. Maar dan, last but not least, niet één, maar twee zakken takkies. Of takies, hoe je het wil noemen, zoals je kan zien. We hebben dus de Blue Heat. Die hebben we hier. En we hebben hier Fuego. Dus die gaan we ook testen. Dus ik ga gelijk beginnen met deze zak. En deze zak gaan we tot het laatst bewaren. Dus ik ben heel erg benieuwd, dames en heren. Laat even in de comments weten wat jouw favoriet Amerikaanse snoep is. En ja, takies hebben jullie zo vaak aangevraagd. Dat is echt niet normaal. Dus hier is die. Dus daar gaan we ook gewoon gelijk mee beginnen. We gaan de zak openmaken. En we gaan dus proeven hoe takies zijn. Oh mijn god, er komt al een lucht vanaf. Oh mijn god, die hebben dus blijkbaar ook nog. Zie ik hier op de achterkant staan. Takies Nitro. Ik weet niet of je het goed kan zien door het licht. Maar die kon ik niet vinden. Maar oké, we gaan dus beginnen. Oh, dit ruikt lekker. Dit ruikt ziek lekker. Moet je even in de zak kijken. Oké. Ik ga alleen proeven, dames en heren. Daar komt hij. Ik weet niet of deze heet zijn, ja of nee. Er staat peper en limoen op. Dus hier gaat hij. Dit is het chipje, zoals je kan zien. Nou, daar gaan we. Oh, deze zijn heet. Oeh, damn. Oh, maar ze zijn lekker. Deze chips zijn lekker. Oh mijn god. Oh, ik moet even water hebben, want dit gaat niet goed. Oh, dat water helpen eventjes. Maar ik geef deze echt een dikke 9, want ze smaken een beetje naar de hete Doritos. Gemist met Doritos Bits. Ja, man, deze zijn zeker goed gekeurd. Ja. Deze is echt heerlijk. Oh mijn god, nou, de vingers gaan er wel helemaal van onder zitten. Dat is wel een nadeel aan deze. Maar deze geef ik denk ik 8,5. Ik geef deze zet een dikke 8,5. Om het dan even weg te koelen had ik natuurlijk water. Maar ik ga ook weer even de Gatorade proeven. Want de Gatorade heb ik natuurlijk in LA gedronken, zoals ik net zei. Het gaat wel moeilijk open. En ik kan me even niet meer herinneren waar dit dus naar smaakt. Dus daar gaan we nu achter komen. Even ruiken. Oh, het ruikt naar Aquarius. Voor mij is dit letterlijk gewoon Aquarius in Nederland, zeg maar. Daar komt ie. Dit is letterlijk de blauwe Aquarius. Wauw. Ik heb letterlijk 3 euro betaald om letterlijk Aquarius naar Nederland te laten schippen wat hier we al hebben. Maar het is dan nog lekker. Ik bedoel, Aquarius heb ik nooit verkeerd gevonden. Alleen, ja, je hoeft dus niet speciaal Gatorade te halen in Nederland. Maar ja, misschien hebben ze andere smaken. Want ik kon maar heel veel kiezen. Maar ik dacht, ik doe gewoon Frost Cool. Omdat ik deze dus in Amerika gedronken had. Dus ik dacht van, ik bestel deze nog een keer. Maar goed, eigenlijk kan ik daar gewoon Aquarius voor halen. Dus deze is niet het bestellen weer waard, zeg ik eerlijk. Deze kan je beter gewoon skippen. Ik heb gewoon nog steeds die takie smaak in mijn mond gewoon. Deze zijn echt heftig, man, die chips. Jullie weten natuurlijk dat ik van zure snoepjes hou. Dat heb ik in meerdere video's gezegd. Dus dat gaan we nu ook maar eens proeven. We hebben hier namelijk Warheads. En dit zijn extreem sour. Dus deze zijn extreem zuur. Zoals je kan zien, de verpakking ziet er zo uit. Dat staat er ook op, extreem zuur. Dus ik hoop wel dat het zeg maar harde snoepjes zijn. Want ik hou niet van gummy, zeg maar. Maar goed, kijk of hij open wil. Ja, hij wil open. Oh, er komt al... What the fuck? Zo, er komt een zure lucht vanaf. Besef, kijk hoe ze verpakt zitten. Er komt hier al een zure lucht vanaf. En kijk, ze zitten letterlijk in kleine verpakkingjes verpakt in dit zakje. Oh, zijn het allemaal dezelfde? Nee, het zijn allemaal verschillende smaken. Kijk, het zijn allemaal letterlijk hele kleine zakjes die je hier ziet. Dit zijn de 4 smaken die erin zitten. Ik heb geen idee of je er wat uit kan halen, zeg maar, of dat er ook op staat. Dit is, lemonberry, strawberry grape, mango melon en orange pineapple. Dus ik ga gewoon voor de lemonberry. Ik ben heel erg benieuwd, omdat ik heb ook maar 1 paarse en 1 gele. En er is allemaal rood en roze. Dus ja, we gaan deze maar openmaken.
Voor mij zijn deze zo teringzure, jongens. Oh mijn god, kijk of ik hem open kan krijgen. Even kijken. Kijk hoe dit snoepje eruit ziet. Kijk even hoe dit snoepje eruit ziet. What the fuck, daar gaan we. Nou, 3, 2, 1. Oh mijn god. Ik heb nog nooit zoiets zuurs in mijn leven meegemaakt. Ah. Ah. Oh mijn god, dit is zo zuur. Het is eigenlijk niet eens lekker. Oh, dat komt allemaal fijn in mijn mond. Dit is, nee, dit is niet lekker. Ik ga hem terug in een zakje. Dit is zo zuur. Oké, even een conclusie van deze Ward. Ik hou van zure snoepjes. Maar zeg maar, dit is zo zuur dat ik het voor de zuurheid een 10 geef. Maar de smaak daarvan wordt het een 4. Want de smaak wordt er gewoon niet lekker van. Oh mijn god. Oké, ik ga hier vanavond mijn vader mee pranken. Want die houdt ook van snoepjes. Dus ik ga zo zeggen, hey pa, deze zijn koulo lekker. Neem er één. En dan ben ik benieuwd naar zijn reactie. Maar smaak een 4. En zuurheid een 10. Dat is één ding wat zeker is. Dan is het tijd, dames en heren, voor de Oreo's. Je ziet ze hier. Ik hou heel erg van donuts. Helemaal van roze donuts. Dus ja, dit is de Strawberry Frosted Donut. Dus ik ben heel erg benieuwd. Deze gaan we ook openmaken. Ik heb geen idee hoe ik dit open moet trekken. Voor mij gewoon zo, ik weet niet of ik het jullie kan laten zien. Maar dit gaat sowieso verkeerd dat ik dit open krijg. Oh nee, daar is hij. Daar is hij hoor, hij is open. Oh my god. Ik weet niet of ik het goed aan jullie kan laten zien. De lucht die hier vanaf komt is zo bizar lekker. Oh my god. Oké, nou. Laten we maar proeven, dames en heren. Laten we maar eens gaan proeven. Oké, nou, hier zit de Oreo. Zoals je kan zien, dit is de Oreo. En ik weet niet of ik het laagje ertussen goed kan laten zien. Kijk eens aan. Nou, hier gaan we een hap van nemen. En ik ben benieuwd. Eet smakelijk. Oh my god. Oh my god. Dit hier is de lekkerste Oreo die ik ooit gegeten heb. Oh, nu moet je deze smaak beseffen, mensen. Oh my god. Van de 1 uit de 10 geef ik deze een 11. Ze zijn zo lekker. Oh my god, ik ga er nog eentje nemen, jongens. Deze zijn zo lekker. Kijk, je ziet ook echt het roze van die donut ertussen zitten. En het is ook echt letterlijk het spul wat dus in die donut zit. Nou, perfect. Ik geef deze echt een 11 uit de 10. Ik zweer het. We hebben ondertussen ook weer wat nodig om de Oreo smaak weg te spoelen. Dus daar komt ie. Een ijskoud blikje Bang. Jullie hebben dit zo vaak aangevraagd of ik Bang wilde halen. Het was nergens te bestellen. Dus als je ergens weet waar ik het in Nederland moet halen, laat het dan even weten. Want dan kan ik het misschien in de 24 uur challenge doen. Of ze moeten me gewoon even sponsoren. Maar hier, komt ie jongens. Ik ga hem openmaken. En dan gaan we een slokje ervan nemen om te kijken hoe het smaakt. Dus, oh, here we go. 1, 2. Hij is open. Zo. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eerst even ruiken eraan. En het ruikt best lekker. Oké, okay, even voor de duidelijkheid. Per kan, dat is wel goed om te weten, dat doen ze wel goed. Zit er 0% suiker in, oftewel voor mij geen ene calorie, 5 calorieën voor een heel blik. Dat is dus echt heel weinig voor energy drink. Het ruikt lekker, nu de smaak. Oké, ik had het legit erger verwacht. Het smaakt best prima en dan is het een gratis promotie wat ik maak voor ze. Maar ik had dit echt erger verwacht. Het smaakt best lekker en dan heb ik nu deze smaak. De Froze Rose. Dus ik weet niet of jullie een lekkere smaak hebben gehad. Laat het maar even weten in de reacties, maar hey. Ik vind hem best wel prima. Ik geef deze een 7,5 uit de 10. Maar de finale, dames en heren, waar jullie allemaal op gewacht hebben. De tweede zak van de Takis. En dan hebben we nu de Blue Yeet. Er staat hier ook op deze zak dat die extreem heet is. Dus bring it on. Ik ben benieuwd. We gaan hem openmaken. En kijken hoe het er van binnen uitziet. Dit is zo, zo my god, die lucht. Dit is zo raar om te zien. Kijk, die chips is letterlijk gewoon blauw. Moet je kijken. Oh mijn god. Oké, nou. De finale klap, dames en heren. Ik heb mijn water hier staan, dus als het te heet wordt, ga ik een waterslokje nemen. Maar here we go. Proeven. De blauwe Takis Blue Heat. Here we go. Deze smaken heel apart. Valt ook wel mee hoe heet ze zijn. De smaak is niet verkeerd, maar kijk even hoe het eruit ziet. Kijk dan, hoe raar. Ze zijn wel lekker, maar dan zeg ik de eerlijk, dan heb ik de eerste die we gegeten hebben, vind ik lekkerder deze. Dus ik geef deze gewoon ook een 7,5 uit of 10. Best prima. En hier op de achterkant staan ook de andere chips. Kijk dan, waarom? Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Al deze Amerikaanse producten ga ik in ieder geval lekker opsmikkelen. En dan gaan we misschien binnenkort wel een deel 2 maken. Als jullie leuke dingen in de comments achterlaten. Dus ga je gang.